We moeten gewoon 3 punten hier pakken tegen RKC om weer mee te doen voor de play-offs plekken. En dat is ook zeker waar we voor gaan. Ik denk niet dat het in gevaar komt. Ik denk dat we nog wedstrijden hebben waarvan we zeker de 3 punten moeten behalen. En ik denk dat het dan goed moet komen. Heb je nog bepaalde wraakgevoelens richting RKC? Want je bent als jonge jongen ben je daar geweest, heb je daar jaren gespeeld. Maar ben je er net niet doorheen gekomen eigenlijk? Nee, klopt. Ik heb er inderdaad 13 jaar van mijn jeugd versleten. Dus het doet natuurlijk altijd pijn als je wordt weggestuurd. Maar goed, wraakgevoelens, vooral gezonde wraakgevoelens inderdaad. Dat zeker. Nou ben jij niet alleen profvoetballer. Je hebt ook nog een andere baan. Klopt, we hebben een pizzeria in Waalwijk. Dus dat is ook bijzonder. In Waalwijk, hè? Ga je nog pizza's bezorgen bij het Mannenmakersstadion? Ja, dat ligt al vrijdag. En denk je dan niet van, nou, ik ga van tevoren ga ik eens even een paar pizza's die bedorven zijn, die ga ik eens even bezorgen daar? Nee, dat is niet de bedoeling. Waar ligt het dan aan dat jullie steeds net niet kunnen winnen? Ik denk dat we onze kansen moeten afmaken. We voetballen prima, alleen in de 16 moeten we gewoon meedogenloos zijn en gewoon afmaken die kansen. Dus aankomende vrijdag hebben we een aantal doelpunten van Fatih Kamachi op het scorebord. Ik hoop het, niet alleen van mij. Ik hoop dat we gewoon scoren en winnen hier. 3 punten, dat is het belangrijkste.